Het is nog steeds heel rustig op straat in coronatijd. Onze dochter die is nog steeds thuis. De dagbesteding, daar durven we echt niet aan. Ze werkt in een gesloten dierentuin in Kassen. Met heel veel bezoekers op dit moment. Ik wil niet dat zij corona krijgt. Sowieso is ons gezin kwetsbaar, dat weten jullie. Het is nog steeds een hele vreemde tijd. Maar er zitten ook wel mooie kanten aan. Omdat er maar één of twee auto's rondrijden, kan onze dochter eindelijk op straat gewoon lekker in haar looptool met een speciaal apparaat rondlopen. En we zijn natuurlijk zo'n rolstoel gewend voor haar. Maar dit is wel een apart apparaat. En het aardige is ook wel dat ze, omdat ze ook al maanden fysiotherapie moet missen en zwemtherapie, en vanwege haar stijve lichaam aan spasticiteit, dat ze nu de kans krijgt om lekker met haar broer aan de gang te gaan. Racen door de buurt. Het is even oefenen, maar komt goed met haar. Tot corona. Kilometer. The word impossible is not in my dictionary. Nou, bij onze dochter ook niet, hè? We lopen. Oeps. Is ze moe? Ren naar je moeder. Kom maar. Kom maar, kerel. Kom maar weer terug, anders verdwaal je. Net als Tony Hawk. Dat is niet van ons, hè? Nee, ik leuk er niet op. En, gaan we dit elke dag doen? Ja.